wil de grootste slager van Nederland worden. Van de wereld. Groeigeld wordt mede mogelijk gemaakt door Sprout. Jaap Korteweg is de eerste vegetarische slager ter wereld. Hij maakt producten die er net zo uitzien en smaken als echt vlees. En dat doet hij goed, want hij heeft inmiddels zo'n 500 verkooppunten, exporteert naar het buitenland. En hij heeft de ambitie om de grootste slager van de wereld te worden. Hij is hier van mij in de studio vandaag, Jaap Korteweg, de vegetarische slager. Welkom bij Groeigeld. Jaap, welkom hier in de studio. Leuk dat je er bent. Hoe zit dat? Een vegetarische slager. Jij doet niks wat met dieren te maken heeft. Hoe kun je dan toch een slager zijn? Het heeft in die zin met dieren te maken dat we proberen hetgeen wat de slager doet na te bootsen. En de slager werkt natuurlijk met dieren. Alleen we doen het inderdaad zonder dieren. Dus wat we eigenlijk doen is het dier uit de voedselketen halen. Hè? Want als je kijkt hoe dat werkt in de vleesindustrie, dan heb je slachtdieren en die voer je met bonen en graan. En die zetten dat om in iets wat we lekker vinden, vlees. En wat wij eigenlijk doen is dat dier er tussenuit halen en daar zetten we een machine weg die dat dier vervangt. Die dus van die bonen en die graan, hè, dezelfde grondstoffen eigenlijk, dezelfde ingrediënten vlees maakt. Ja. Ja. Dus die naam, ik bedoel dat je de keuze voor de naam vegetarische slager, dat is ook misschien geweest juist om mensen een beetje te prikkelen dan, of niet? Ja, en een beetje tot nadenken. Maar ook om het heel duidelijk te maken dat we ernaar streven om echt de smaakbeleving van vlees te imiteren. Je zou natuurlijk kunnen zeggen vegetariërs, hè? Ik bedoel, als vegetariër dan eet je geen vlees, dus waarom zou het dan op vlees moeten lijken? Je hebt vlees helemaal niet nodig om volledig te eten en gezond te eten. Je kunt ook gewoon bonen en graan eten, eigenlijk wat die dieren ook eten en wat wij normaal zelf ook al veel eten natuurlijk met brood en groenten. Maar het blijkt zo te zijn dat we er zo aan gehecht zijn, hè? Aan die smaakbeleving van vlees. Ja, dat is een beetje sentiment dan ook ergens. Het is eigenlijk inderdaad wel sentiment, ja. Want als je naar de argumenten kijkt, die pleiten alleen maar tegen. Het is heel erg inefficiënt. Je hebt ongeveer 5 keer zoveel input nodig, 5 keer zoveel landgebruik, water, energie. Om dezelfde voedingswaarde te creëren met vlees dan met plantaardig. Je hebt kans op ziekte, er zijn natuurlijk allerlei ziekteverwekkers in vlees, er is steeds gedoe over. De ethische kant van de vleesproductie, dat is natuurlijk ook een toenemende zorg. Maar er is één ding wat het alles overtreft, dat is de smaakbeleving. Ja. En dat ligt heel gevoelig inderdaad, dat is echt een emotioneel punt. Is dat ook de reden waarom je hebt gekozen om producten te maken die gewoon bitterballen heten, frikandellen, kip, tonijn, ja. Terwijl dat eigenlijk niet is? Nou ja, weet je, wat is een bitterbal? Ik bedoel, daar kun je natuurlijk over. Dat is ook niet iets. Dat is ook maar een keer gemaakt. Hè? Dat kun je dus inderdaad te maken van vlees. Maar je kunt het ook maken van dieren, maar je kunt het ook maken van vlees van planten. Dus in die zin geven we daar een andere invulling aan. Maar je hebt gelijk, hè? We noemen het bewust naar het origineel. En we proberen er qua smaak zo dicht mogelijk bij te blijven of het als leven kan te overtreffen. Mm-hmm. En hoe ontwikkel je zoiets? Je gaat dan dus recepten proberen of hoe heb je het ontwikkeld? Ik ben begonnen eigenlijk met een soort op zoek te gaan naar de basisstructuur, hè, want die is vrij uniek van vlees. En natuurlijk naar grondstoffen, dus we hebben in het begin veel gewerkt met lupinebonen. En die kun je hier in Nederland verbouwen op biologische telen. Die hebben een eiwitgehalte van 35%, dat is nog een stuk hoger dan vlees. En dan vervolgens moet je van die boon natuurlijk die structuur maken. Dus een bedrijf wat in staat is om van die boon een structuur te maken die op vlees lijkt. Mm-hmm. En vervolgens zijn we met topkoks hebben we samengewerkt, ook met topslagers, om ze op smaak te brengen. En dat is eigenlijk dat is ongeveer wel de volgorde geweest. Ja, dus het gaat om smaak, om de structuur, dus het gevoel in je mond. Ja, mondgevoel. Een beetje de sappigheid misschien die je van vlees wil nabootsen. Mensen associëren denk ik vegetarisch vlees vaak met wat meer de sompige dingen. Of je hebt natuurlijk heel veel van die schijven waarvan je niet echt door hebt wat je nou eigenlijk aan het eten bent. Ja. Dus dat wilde je allemaal voorkomen door het juist zo heel erg zoveel mogelijk op vlees te laten lijken. Ja, klopt. Ja. En het resultaat is dat bijvoorbeeld de kip die we hebben, die wordt in een blinde smaaktest. Dan denken mensen dat het kippendij is. En kippendij is het smakelijke deel van de kip, wat steviger dan kipfilet.
Dus het is, mensen zeggen hij is eigenlijk, het is een hele goede kwaliteit kip. Hij is kippiger dan kip. Dus dat is bijzonder. Ja. Ja, ik las ook al in de reviews van onder andere de Volkskrant, die schrijft dan griezelig goed nagemaakt. Is dan wat jou betreft het doel bereikt, dus als mensen dat zeggen? Ja, ja, inderdaad. Want wie wil je bereiken hiermee eigenlijk? Wat is de groep waar je op mikt? Dat zijn dus de mensen die van vlees houden. En om welke reden dan ook, of het gezondheid is, duurzaamheid of dierenwelzijn, graag minder vlees zouden eten, maar dat gewoon heel moeilijk vinden. En die zijn er heel veel. Met name mannen die, als die nadenken over een leven zonder vlees, dan is dat voor heel veel is dat eigenlijk geen leven. Hè? Dat is een vreselijke gedachte. En daar gaat het alleen maar over die smaak. Want het is natuurlijk niet zo dat zij per se vinden dat daar nou een dier voor dood moet of zo. Het is gewoon echt die smaakbeleving van het vlees. Want wat zijn de ontwikkelingen? Hoeveel mensen zijn vegetariër en hoeveel mensen, zeg maar, part-time vegetariër die het alleen maar een beetje vlees eten bijvoorbeeld? Zijn dat cijfers? Er zijn nu in Nederland, ja, er zijn 800.000 vegetariërs en 4 miljoen vleesverlaters, flexitariërs ook wel genoemd. En dat aantal dat stijgt heel snel. En dat hangt ook heel sterk samen met het voorhanden zijn van alternatieven. Hmm. Omdat het voor veel mensen is, omdat ze zo gehecht zijn aan dat vlees, willen ze eigenlijk, als er geen alternatief is, ook helemaal niet nadenken over minder vleesconsumptie, want ze willen niks missen. Ja. Maar als het alternatief reëel is en lekker en gezond en noem allemaal maar op, dan zal die groep heel snel groeien. Dus die trend heb je wel mee? Ja, die trend hebben we mee en we dragen ook bij aan die trend. Hm. Want hoeveel verkoop je nu? Aantallen bedoel je? Ja. Ik zou dat zo eigenlijk niet eens durven zeggen, maar we hebben nu zo'n 500 verkooppunten in Nederland. We zijn toen begonnen ruim 2 jaar terug met een winkeltje in Den Haag. En toen onze eerste klant, dat was buiten onze winkel, dat was de slager van het jaar. Dus de beste slager van Nederland van dat jaar. Want die zegt, ik wil ook naast mijn vlees, wil ik ook de beste vleesvervanger verkopen. En hij is bij ons op bezoek geweest, heeft geproefd en gezegd, ja, dat is geweldig wat jullie hebben. Dat is echt de top op dat gebied. Toen zijn we vervolgens aan delicatessenwinkels gaan leveren, natuurwinkels, biologische winkels. Vervolgens ook aan de groothandel van biologische winkels. En toen hadden we ineens een heleboel. Dus de ecoplaza's, natuurwinkels zijn we vaak te koop. En sinds een maand of 4 nu ook bij Jumbo supermarkt, bij een aantal koopsupermarkten. Ja, en die grote supermarkten die zorgen ook wel voor de massa, denk ik, hè? Voor de grote stroom, of niet? Ja, zeker. En daar mikken we ook op. Hè? Dus we willen niet een niche-markt bedienen. Wat wij willen is de grootste slager van Nederland worden. En van de wereld. En eigenlijk hoe pak je zoiets aan? Dat is wel, zeg maar, nogal een streven om op af te gaan. Nou, heel belangrijk daarin is de prijs. Dus nu is het zo, hè, we zijn toch nog vrij kleinschalig. Maar op het moment dat je het grootschalig aan kunt pakken, als je kijkt naar de totale markt voor vleesvervangers, is ongeveer 2% van de vleesmarkt. En dat betekent dat je om allerlei redenen, logistiek, schapruimte, noem allemaal maar op, zit je natuurlijk in een ongunstige positie. Je zit ook in een ongunstige positie omdat bijvoorbeeld vlees als een product gebruikt wordt uit de kiloknaller om mensen naar een winkel te lokken. Dus op vlees wordt vaak geen marge gemaakt. Dat is een lokkertje. Nou, op onze producten wordt een goede marge gemaakt. Dat werkt natuurlijk allemaal tegen. En dat willen we gaan kantelen. Uiteindelijk is het perspectief dat we goedkoper kunnen worden dan vlees, omdat we simpelweg veel minder input nodig hebben. We hebben minder input nodig van bonen en granen dan wanneer je vlees met een dier produceert. En minder land gebruikt, minder water, minder energie. Dus uiteindelijk moeten we goedkoper kunnen produceren. Maar dan heb je dus eerst weer die massa nodig. Dan heb je massa nodig. En, maar dat is wel het perspectief wat we schetsen. En we doen natuurlijk ons best om ook al zijn we nog klein, toch zo efficiënt mogelijk te produceren. En kijk, en dan krijg je een soort van omslagpunt op een gegeven moment. Want als het dan net zo lekker of lekkerder is, en het is gezonder en duurzamer en nou ja, alle positieve argumenten daarbij, dan krijg je dat we in een gunstige positie komen van vlees. Hè. Dus nu zijn we 2%, maar dan gaan we naar 20% en naar 50%. En dan kom je op een punt dat het echt omkantelt. Ja. Dat we echt goedkoper gaan worden en natuurlijk ook breed bekend. En dat mensen de voordelen gaan zien. Dus ik denk dat we op termijn gaan we echt het vlees vervangen. Hm. En hoe heb je het gefinancierd tot nu toe? Zit er eigen geld in of externe financiers? Nee, geen externe financiers. Het alles zelf gedaan.
Ja. Want jij komt, jij hebt de achtergrond in de akkerbouw, begreep ik, biologische akkerbouw? Ja, klopt. Dus vanuit dat vorige bedrijf doorgegaan hiermee? Je bent gestopt met de akkerbouw? Nee, ik ben niet meer gestopt. Dat bedrijf dat loopt nog. Dus dat doe ik samen met twee collega's en die doen nu het werk op het akkerbouwbedrijf. Ja. Samen met een aantal medewerkers. Ja. En voor verdere groei, ik bedoel, ben je wel bezig met externe financiers? Nou, daar zijn we wel aan het denken, want we zijn bijvoorbeeld bezig met het idee om een eigen fabriek te bouwen. Nu is het zo dat we produceren bij specialisten. En dat gaat op zich heel goed hoor, want dat is in deze fase heel verstandig. Maar er is zicht op een nieuwe techniek om die structuur te maken. En daarbij zoeken we naar een eigen fabriek, een eigen locatie. Dan zijn we minstens een jaar verder of langer. Ja. En dan hebben we inderdaad wel behoefte aan financiering, want dat zijn behoorlijke bedragen. Ja, dan heb je het over de machines, et cetera, die je dan mag gaan aankopen. Ja, klopt. Okay. En nu, ik bedoel, steek je veel geld in marketing, zeg maar het bekendmaken van de vegetarische slager? Ja, dat doen we eigenlijk op een creatieve manier, want we besteden niks aan reclame of advertenties of wat dan ook. Maar we doen het toch door de kwaliteit van de producten en we zijn heel erg bezig met productontwikkeling. En proberen daar op een handige manier mee naar buiten te treden. En ik bedoel, we merken wel dat er heel veel sympathie is voor waar we mee bezig zijn en veel waardering voor wat we bereiken. Ja. Maar dat is ook heel erg nodig, want ik bedoel, onze operatie kost nog gewoon geld in deze fase. Dus het is heel fijn dat er in het land zoveel mensen zijn die dat toch toejuichen en zeg maar bekendmaken. We moeten het echt hebben van mond op mond reclame. Ja. En zo'n samenwerking die je nu hebt met die Vegapolis? Dat is inderdaad een mooi voorbeeld. Ja, van, die zo'n verzekering afsluiten, die krijgen een waardebon voor 100 euro om te besteden bij jouw winkel. Ja. Wat levert dat je op? Nou, dat levert me toch ongeveer wel die 100 euro op. Hè. Dus ook dat kost ons eigenlijk geen geld. En het is zo dat de Vegapolis het gewoon leuk vindt wat wij doen. En gezegd heeft van, nou ja, als jij die reclamespot in wilt spreken, dan kun je meeliften op onze zendtijd. Hè. Dus dat kost je niks dan? Dat kost ons niks, nee. Hm. Nee. En merk je dan ook, die spot die draait nu op de radio, dat meteen al effect heeft? Nou, het valt samen met de kerstperiode. En dat is natuurlijk altijd een drukke periode. Mm-hmm. Dus wat precies het effect is, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval druk geweest. Ja, dat is leuk. Ja. Ja. Ik heb ook begrepen dat je in de beginjaren, dus toen je aan het ontwikkelen was, nog best wel wat tegenstand hebt gekregen. Met name vanuit de vleessector, omdat het een wat behoudende sector is. Hoe heb je dat ervaren? Dubbel, want we hebben inderdaad, die weerstand is eigenlijk nog maar vrij recent. In het begin heb ik er niet zoveel van gemerkt, want zoals ik al zei, hè, de slager van het jaar, dat was onze eerste klant. We hebben ook gemerkt dat er heel veel mensen, ook in die vleesbranche, het zien als een kans. En ook zien dat de mensen uit de vleesbranche zien zelf het beste dat het eigenlijk begrensd is, de mogelijkheden van de groei, zeg maar, van de vleesbranche. En met de groeiende wereldbevolking en de groeiende consumptie van vlees lopen we gewoon tegen muren aan, tegen beperkingen waar eigenlijk geen zicht op is dat daar een oplossing voor komt. Dus we hebben ook heel veel steun gehad en zeg maar samengewerkt. Maar daarnaast heb je natuurlijk een groep, maar daar komen we niet zozeer mee in aanraking, die dat als een gevaar ziet. Nou ja, dus we hebben het over de groep die heeft geklaagd dat je niet de naam tonijn of kip zou mogen gebruiken. Ja, klopt. Die hebben geklaagd bij de Voedsel- en Warenautoriteit en ook bij de minister. Dat was een Tweede Kamerlid van het CDA, Jacco Geurts, een nieuw Kamerlid. En zijn eerste actie was Kamervragen stellen over onze namen. Dat is natuurlijk wel weer een hele eer dat gebeurt. Maar goed, ik heb wel begrepen dat er binnen die branche ook heel veel discussie over was. Dus dat er ook een behoorlijke groep was die zei, dat moet je helemaal niet doen. Dat is helemaal niet verstandig, want om allerlei redenen. Maar goed, de klacht is ingediend en wat wij ermee gedaan hebben is dat we kritisch gekeken hebben van hoe zit dat nou juridisch. En dan blijkt het zo te zijn dat gehakt, dat is een beschermde naam. Dus dat hebben we veranderd. Daar hebben we nu gehackt van gemaakt.
En dat was ook wel een, ja, dat is gewoon leuk omdat we de smaak natuurlijk zo goed mogelijk gekopieerd hebben. En we hebben de tonijn hebben een andere schrijfwijze gekozen. Maar er bleek eigenlijk niet zoveel mis te zijn, want als je gewoon kijkt naar wat daarover geschreven wordt, dan zaten we eigenlijk redelijk goed. En we vonden het in die zin ook wel bijzonder dat wij als nieuwkomer aangeklaagd werden, omdat bijvoorbeeld Albert Heijn, om er iets te noemen, die natuurlijk al jaren een uitgebreid assortiment aan vleesvervangers heeft en ook gewoon vleesnamen gebruikt. Ik bedoel, die noemen hun product ook hamburger en ja. Worst. En, maar waar zit dat hem in dan, denk je? Ja, ik denk omdat ze ons als een echt gevaar zien. En omdat we natuurlijk zulke positieve recensies hebben, dat mensen zeggen, ja, maar dit product lijkt echt op vlees. Hè? Die vleesvervangers, dat is natuurlijk altijd een product geweest voor de diehard vegetariër. Die zegt van, ik wil kosten wat het kost vegetariër zijn. En ik neem de koop toe dat het dan minder smaakt. Ja. En de vleesvervangers zijn voor veel vlees, het is gewoon een schrikbeeld. Het ziet er misschien wel zo uit, maar het smaakt heel anders. En dat beeld dat hebben wij veranderd. Door die samenwerking met die topslagers en topkoks. Ja. En, dus ze voelen zich wel aangevallen in die zin door je. Vind je het ook leuk om in die positie te zitten? Een beetje zo'n underdog positie waarin jij de kleine speler tegen de grote spelers bent? Nou, nee. Maar dat is onvermijdelijk in deze fase. Hè? Maar ik hoop natuurlijk heel snel dat kantelt. Dat jij de grote speler bent. Ja, precies. Ja. Want wat is je streven? Je zegt al, de grootste slager van Nederland en van de wereld worden. Maar heb je een soort van plan liggen? Nee, ik heb geen plan in de zin van met een bepaalde groeiverwachting erin van de komende jaren. Ik ben ervan overtuigd dat deze ontwikkeling dat die heel groot gaat worden. En het zal ervan afhangen hoe goed wij het doen, in hoeverre we daarop meeliften. Of daar de trend zetten. Maar het is een geweldige kans, een geweldige markt, een enorm potentieel. Want nogmaals, ik ben ervan overtuigd dat dit het vlees gaat vervangen. Dus met andere woorden, ja, onze ambitie is wel heel groot. Maar je had het net over de cijfers van de Nederlandse markt. Dus je hebt over vleesverlaters, et cetera. Je exporteert ook al wel naar het buitenland. Zijn daar de trends hetzelfde? Verschillend. Dus we zijn nu bijvoorbeeld in Portugal bezig met iemand die er ook een vegetarisch slager in het Portugese vertaling gestart is. We zijn bezig met iemand in Canada die in Canada en de VS wil starten. Ik krijg aanstaande vrijdag iemand uit Noorwegen op bezoek die daar wil starten. Maar zijn het dan een soort franchises van de vegetarische slager of zijn het dan gewoon verkooppunten voor jou? Franchises, ja. In Duitsland wil iemand een winkel starten. Dus er zijn heel veel plannen. Het spreekt ook erg tot de verbeelding, dat merk ik. Want we worden overspoeld met aanvragen. Mm-hmm. Ik bedoel, daar is natuurlijk... Ja, maar aanvragen voor franchise bedoel je? Ja, inderdaad. Maar goed, er zijn ook heel veel mensen die dat vanuit een soort ideaal doen en niet de mogelijkheid hebben om het te realiseren. Hè? Dus, ja. Maar we hebben nu ook een aantal hele serieuze partijen. Want je vraagt aan een franchise-nemer om een bepaald bedrag in te leggen, waarschijnlijk. Nee, dat niet eens. Of in ieder geval, dat is heel beperkt. Dat is niet de grens. Maar je moet natuurlijk wel gewoon een goede ondernemer zijn en geld hebben om een winkelpand te kopen of te huren en dat in te richten in onze stijl. En daar goede mensen weg te zetten om dat product te verkopen en te investeren in zo'n markt. Mm-hmm. We zijn natuurlijk in Nederland redelijk bekend. Ja. En we worden wel over heel de wereld gezien ook wel, want onlangs bij een gerenommeerd trendwatchbureau zijn we gespot en dat dook in Amerika op en in Australië, waarin we gezien worden als een trendsetter wereldwijd op dit gebied en waarin wij die trend aanvoeren. Ja. Dus dat is natuurlijk geweldig. Maar goed, weet je, zo'n bureau is ook gespecialiseerd. Maar natuurlijk, mensen in Duitsland hebben nog niet van ons gehoord. In ieder geval ze hebben nog aardig wat te doen. Ja, dus nee, of heb je bijvoorbeeld in Duitsland weer meer kans misschien, omdat daar de markt al verder is? Ik ken die markten niet zo. In Duitsland is die niet verder. Wel de biologische markt, maar vleesvervangers niet. Engeland bijvoorbeeld wel. En landen als Zwitserland, Scandinavische landen, die zijn heel kansrijk. En hoe concreet zijn die plannen nu om met die franchise-namers in zee te gaan? Portugal is gestart. Finland is ook gestart. En Duitsland, dat lijkt te gaan gebeuren. We zijn met iemand in Luxemburg bezig die daar wil starten. Dat lijkt ook heel serieus. Er zijn al 3-4 ontmoetingen geweest. Dus dat is het zo'n beetje. Ja.
En wat zou je droom zijn? Wil je heel graag bijvoorbeeld Amerika in of juist Azië? Of maakt het je niet uit? Nee, dat maakt me eigenlijk niet uit. We hebben ook een groep Chinezen gehad op bezoek onlangs. Die een heel groot landbouwbedrijf hadden vlakbij Shanghai. Die ook heel enthousiast waren. Weet je, dus het is wel heel breed, de belangstelling. Hm. En vooral als mensen het product proeven. Hè, want eigenlijk is het zo dat, dat merk ik ook vaak met mensen uit de vleesbranche, komen toch nog steeds binnen met, het zal mij benieuwen zo, hè, zo'n gezicht. Ja. Maar als ze dan het product geproefd hebben, dan zijn ze eigenlijk, dan worden ze pas enthousiast. Want dan zeg je, ja, het kan, weet je, dat is het belangrijkste, dat je dat ervaart. Hm. Oké. Okay. En je bent getrouwd met Marianne Thieme, fractievoorzitter van Partij voor Dieren. Heeft zij op enig manier een rol in dit bedrijf? Nee. Is zij een sparringpartner voor je? Oh, dat natuurlijk wel, sowieso. Maar ze heeft geen rol in het bedrijf. Nee, ze heeft natuurlijk wel druk met haar eigen werk. Mm-hmm. Ik kan me zo voor dat je s'avonds aan de keukentafel nog wel eens erover praat gezamenlijk. Of wat ideeën misschien bedenkt. Of, ja, nou, dat gebeurt wel eens, maar dat is toch wel beperkt hoor. Omdat, nogmaals, ze heeft natuurlijk ook een heel drukke baan. Dat heb ik ook. Dus ja, goed, als je s'avonds aan de keukentafel zit, is het ook wel fijn om het over iets anders te hebben. Of zitten jullie niet samen aan de keukentafel? Jawel. Hoe belangrijk is groei voor jouw bedrijf eigenlijk? Ik bedoel, vind jij het belangrijk om je bedrijf te laten groeien, om echt die missie te voldoen? Of ja, nee, dat is cruciaal. Ja. Ik bedoel, zonder groei dan kunnen we beter stoppen. Alles is erop gericht om te groeien en ook snel te groeien en groot te worden. En wat bedoel je met alles is erop gericht? Hoe richt je dat in? Nou, dat we heel erg investeren op de toekomst. Hè. Dus we hebben team aan mensen en zo, dat is er op gericht dat we groter gaan worden. Dus, hoeveel mensen heb je zitten? We werken nu met, ik denk over 10, 12 mensen fulltime en nog een aantal losse mensen. En dan heb je het ook over mensen die nieuwe producten aan het ontwikkelen zijn, toch? Je bent nog verder aan het ontwikkelen weer met nieuwe recepten, nieuwe dingen komen. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Want dat zijn niet de productiemensen, zeg maar, zitten daar niet bij. Dit zijn allemaal mensen die inderdaad bezig zijn met productontwikkeling, marketing, communicatie, noem maar op. Ja. Ik las ook dat jullie marketingfilosofie is een beetje verleiden, niet willen pushen bij mensen. Je hebt niet het gevoel dat je een soort missionaris moet zijn die dit komt verkondigen van jongens, jullie moeten allemaal vegetarisch gaan eten? Nee, inderdaad. Als het even kan, dan laat ik mensen eerst proeven. Want, of in ieder geval tijdens het verhaal proeven. Omdat dat zoveel duidelijk maakt, weet je. Want ik bedoel, kijk, je kunt wel een mooi beeld schetsen van je kunt heerlijk vlees produceren zonder dieren. Maar ja, heel veel mensen kunnen zich dat niet voorstellen. Mm-hmm. En op het moment dat ze geproefd hebben, dan verandert dat helemaal. Dan heb je een heel ander gesprek. Hoef je ook veel minder te vertellen. Ja. Kijk, en dan wordt het alleen maar leuk, want dan is het efficiënter en ik bedoel, je kunt met de huidige manier van consumeren, dan wordt die 9 miljard mensen die we in 2050 hebben echt een groot probleem. Hè. Die kunnen we eigenlijk niet voeden, dan moet er nog heel veel natuurgebied ontgonnen worden, regenwouden gekapt worden, et cetera. En je kunt met huidige landbouwareaal, wanneer je op deze manier vlees eet, hè, met plantaardig vlees, kun je gewoon 20, 25 miljard mensen voeden. Met andere woorden, je zou kunnen zeggen, al die natuur die we vernietigd hebben, die regenwouden die gekapt zijn, de laatste 50 jaar, die kunnen allemaal weer gewoon terug in een oude functie. Die kunnen weer gewoon natuur en regenwoud worden. Alleen maar doordat we allemaal vegetarisch gaan eten, bedoel je? Ja. Ja. En als dat dan net zo lekker is en net zo gevarieerd en noem maar op, ja, dan is dat natuurlijk, het is bijna te mooi om waar te zijn. Ja, dus het is een verhaal je moet echt mensen eerst laten proeven. Want anders is het is bijna een te mooi verhaal. Ja. Want wat merk je, hoe reageren mensen erop dan als je dit eerst vertelt voordat je het zou laten proeven? Mensen geloven je niet? Of, Dan is het te abstract voor mensen om te begrijpen misschien? Ja, dat geloof ik ook nog wel. Hè? Want ik bedoel, we zijn natuurlijk allemaal bezig met een spaarlamp en met een auto die dan 20% zuiniger is of zo. Maar dit zijn besparingen in het kader van duurzaamheid van niet van 20%, maar van 200 of 300%. Hè? Dus mm-hmm. je bent gewoon 3 of 4 keer zo efficiënt bezig. Mm-hmm. En de impact is dus enorm wereldwijd. En je zou kunnen zeggen,
als we op deze manier gaan consumeren, dan wordt de wereld gewoon 3 keer zo groot. We creëren een hoop ruimte. Dus het is een redelijk spectaculair verhaal. Ja. Heb je eigenlijk op de producten die je nu ontwikkeld hebt ook, heb je dat gepatenteerd of vastgelegd om te voorkomen dat anderen je gaan kopiëren? Daar zijn we niet heel erg mee bezig, want het gaat met name over receptuur. Dus ik moet zeggen dat we... Nee, daar stoppen we niet zozeer de energie in. We zijn er ook niet zo bang voor om gekopieerd te worden, dat hopen we eigenlijk. Want het recept is geheim? Voor zover je dat geheim kunt houden. Maar nogmaals, wij hebben er geen probleem mee om gekopieerd te worden. Want wat we ook eigenlijk willen is dat het product goedkoper wordt. Daarin is concurrentie en massa belangrijk. Dus wanneer er andere spelers op de markt komen, prima. Ons doel is natuurlijk zo groot mogelijk worden. En ik bedoel, graag ook met anderen. Okay. En natuurlijk, wij doen ons best om gewoon voorop te blijven lopen en de beste producten te hebben. Maar meer gericht om dan zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken. En mm-hmm. goedkoper te worden dan om het nou allemaal zelf te doen. En zou je dan bijvoorbeeld ook, kijk je ook naar samenwerking bijvoorbeeld met allerlei partijen? Of om je producten zeg maar een soort white label aan te bieden? Ja, daar kijken we ook naar. Zeker. Gebeurt dat al? Nee, dat gebeurt nog niet. Nee. Maar dat zou je wel overwegen om ook weer die massa zeg maar te kunnen bereiken? Ja, dat overwegen we wel. Alleen het lijkt op dit moment nog niet zo interessant, omdat we natuurlijk de naam hebben. Hoe wil je de naam? De vegetarische slager heeft nu de naam dat een goed product is. Ja, ja. Het is dan helemaal niet zo handig om het onder een ander merk in de markt te brengen. Want kijk, goedkoper wordt het er van ons niet van, want we stoppen toch geld in die merkenoperatie natuurlijk. En je moet alleen maar een nieuw merk opbouwen, dus het lijkt niet zo handig om dat te doen. Maar dat kan misschien veranderen en als er een goed plan ligt en een goed idee waarin dat overtuigend anders ligt, dan gaan we het zeker doen. Want dat zijn dan ook weer manieren om snel te kunnen opschalen zonder dat je daar per se weer financiering bij nodig hebt. Ja, toch? Inderdaad. Ja. Is het zo dat je... Wil je het specifiek mijden om met financiers te werken? Of is het er nu gewoon nog niet de fase voor? Nee hoor, ik wil het niet specifiek mijden, dus daar staan we wel voor open. En we kijken naar verschillende vormen daarvan. We denken ook na bijvoorbeeld bij die financiering van de nieuwe fabriek, of dat het interessant is voor crowdfunding. Ik heb laatst zijn er een paar windmolens verkocht voor elektrische productie. Mm-hmm. Heb ik begrepen, in een recordtijd. Ja, windcentrale. Ja. Door kleine bedragen te investeren. En dat zou ook iets kunnen zijn voor ons. Alleen moeten mensen dan niet bij ons zijn voor hoge rendementen. Dat zullen we niet gaan bieden. Eerder zullen we dat aftoppen, omdat ons doel is natuurlijk die producten scherp in de markt te zetten. Mm-hmm. Dus wij zullen eerder zeggen, je moet bij ons rekenen op maximaal 8% dan op minimaal 8%. Ja. Waarbij dat dan ook wel reëel is dat gehaald wordt, maar dat het ook inderdaad gemaximeerd is. Wanneer we dan eigenlijk meer rendement kunnen halen, dan stoppen we dat in kostprijsverlaging. Oké. Dus je wil eigenlijk liever, je zegt hiermee dat je dus eigenlijk niet per se veel winst wil maken, maar vooral gewoon het bereik wil halen. Ja. Nee, inderdaad, wij zullen onze winst altijd temperen. Om dat te investeren in groei en kostprijsverlaging. Oké. Wat is eigenlijk zeg maar welk product loopt het best op dit moment? Het zijn een aantal producten. Er zijn er eigenlijk 3 die heel goed lopen. Dat is de gehaktbal, die loopt heel goed. De tonijn en de kip. We hebben ook salades, een aantal salades op de markt. Onder andere bij de Jumbo. Een tonijnsalade en kip curry en kip saté. En binnenkort krijgen we dus een hamburger, die het ook heel goed zal gaan doen, verwacht ik. En kleine snackballetjes. Oké. En eet je het zelf ook elke dag? Niet elke dag, maar ik denk wel 3-4 dagen in de week. Dus je kan het anderen aanraden? Ja, natuurlijk. Ik moet er zelf achter staan. Om het elke dag te eten, nee natuurlijk. Nee, maar dat is ook wel de kern. Dat ik bedoel, als het gaat over een product dat in de markt komt, dan bepaal ik dat zelf, dus de smaak. Ik ben al een tijdje vegetariër, maar ik heb nog heel goed dat in mijn geheugen zitten hoe dat moet smaken. En ik geloof dat ik een redelijke commerciële smaak heb. Oké. Okay. Ja. Je werkt ook met smaakpanels waarschijnlijk, of niet? Nee.
niet? Nee. Jouw persoonlijke smaak. Nou ja, goed. Kijk, anderen ontwikkelen wel. Maar uiteindelijk is het wel zo dat ik zelf bepaal wat dan wel of niet goed is. Dan heb je nog iets waarvan je denkt, nou, dat zou ik nog graag willen maken? Ja, rookworst. Dat is een grote wens. En we hebben een paar jaar terug hebben een prijs gewonnen van de Triodosbank. Want daar bankieren we. De hardhoofdprijs. €10.000. En dat hebben we gezegd, gaan we inzetten voor de ontwikkeling van de rookworst. En daar zijn we mee bezig, maar dat duurt nog wel even. Want het is een moeilijk product? Het is een moeilijk product, ja. Ja, de smaak hebben we al goed op orde, maar de structuur nog niet helemaal. Maar het zit er wel aan te komen. Ja. Leuk. Nou, ik ben benieuwd. Ik wil je hartelijk danken voor het gesprek. Veel succes wensen. En jullie thuis, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.